Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Justin, jij zit hier in je prachtige bootje. Wat ben je aan het doen? En waarom draait je hoofd de hele tijd naar rechts? Wat is er? Waar zit je naar te kijken? Gewoon, ik mis je. Je hoofd is heel raar. Kijk eens aan. Blijf eens aan kijken. Ik mis iemand. Je mist iemand? Oh, je hebt het natuurlijk over Rick. Kom eens aan land. Justin, leuk dat je er bent. We zijn vandaag met z'n tweeën. Of heb jij Rick ergens opgesloten? Help! Volgens mij hoor ik Rick. Echt? Wat heb je gedaan, Justin? Niks. Help! Rick! Rick! Jongens. Volgens mij is hij hier, Justin. Ik zit hier. Hey, Rick! Jongens. Je bent er wel! Hey. Wat doe je daar? Justin heeft me hier opgesloten. Hey, Justin! Wat doe je daar, Rick? Justin heeft me hier opgesloten. Kom maar eens uit, joh. Waar ben je bang voor? Je kan toch gewoon hakken? Oh ja. Jongens, welkom. We hebben vandaag weer een drukke planning. We zijn hier in Border Survival. De serie waar de border elke keer groter wordt. Op het moment dat we nieuwe blokjes verzamelen. Als het goed is, hebben we in totaal al... Gaan we even kijken. Wij hebben 587 blokjes verzameld. C56% zitten we. Ja, ja. Ik heb ook 25 dirt blokjes. Tellen die er ook bij, hoor? Die tellen niet mee. Maar jongens, voordat we gaan beginnen. Ik heb een hele belangrijke taak voor iedereen. Maar voordat ik die ga vertellen, hebben we hier... Een nieuw persoon en die moet nog een naam hebben. Wilfred. Wilfred, de wandering trader hebben we hier. En Wilfred, zoals... Wie zit erin? Ik kan er niet in op het moment. Justin. Oh, die verkoopt voor 5 emeralds een dark oak sapling. Die ga ik nu kopen. Dan hebben we een nieuw item. Oh. En Rick, zoals je kan zien op tap, heeft Justin zo weinig blokken verzameld. Ja. Die heeft maar 80 blokken, 79 eigenlijk. Ja, dus ik vind dat Justin... Dat het logisch is dat ik ga dan ga doen. Nee. Oh. Justin, ik vind het... Oh, trouwens, je hebt toch niks aan eentje. Jawel, je kan toch gewoon een boom planten? Nee, dan moet je er toch 4 voor hebben. Ja. Oh, god. Oké, we hebben meer emeralds nodig, jongens. Staak 1, we hebben meer emeralds, we hebben er nog 4 over. Museumhuis. Nee, niet uit Monumenthuis. We gaan niet uit Monumenthuis pakken. Monument, we hebben er 4, dus we hebben nog in totaal, wat is het? 11 nodig. Waar gaan we die 11 emeralds. Heb je ze niet geplant? Geplant? Ja, de emeralds. Nee, ik heb niet emeralds geplant. Oh. Oké, wie wil er emeralds gaan minen? Dat is taak 1, want dan kunnen we dark oak hout en dan kunnen we alles van dark oak hout maken. Ik, Ja? Ja, onder de way. Heb je, wat voor pickaxe heb je? Oh, diamond. Oké, succes. Dankjewel. Ga jij dat doen. Rick, dan heb ik ook een belangrijke taak voor jou. Oké. Wij hebben daar in de verte, een paar afleveringen geleden, ondergronds of onder water, hebben wij zo'n zeemonument gevonden. Oh, nee. Dus het is aan jou de taak. om daarheen te gaan en daar gewoon even alles te slopen, want die blokken hebben we ook nodig. Die blokken moeten allemaal in het monumenthuis terechtkomen. Ja, maar ik ga daar hartstikke dood. Nee. Niet als je Potion of Invisibility maakt. En dat is best makkelijk. We hebben niet eens een brewing stand. Dan moet je een brewing stand maken. Nee, ja, hebben we wel. Waar ik heb dan? Ik heb in een van de twee, drie... Wat is het? Aflevering 2 of 3 heb ik dat gebouwd. Gemaakt. En anders maak je een nieuwe. Ja, maar... Hebben we wel een fortune? Nee, we hebben nog geen fortune. Maar wel een enchantment table. We hebben een brewing stand. Ik weet bijna zeker. Volgens mij niet, hoor. Jawel, want ik heb... Nee, dat hebben we inderdaad niet. Dan moet je brewing stand maken, Rick. En dat betekent dat je naar de Nether moet en naar een Nether Fortress toe moet. Ja, maar dat... Nee, oké. Oké, dat is jouw taak. Dan is het mijn taak. Oh, ik moet jou helpen, Rick. Want mijn taak is om de villager die we hier binnen hebben, vorige aflevering. Volgens mij heette die... Hoe heette die ook weer? Wilfred. Nee, niet Wilfred. Nee, niet Wilfred. We hebben hier een villager, maar ik ben zijn naam vergeten. Die hebben we hier binnen. Barry. Niet Barry. Hij had er 2. Dat was Martin of zo, volgens mij. Martin 2, volgens mij. Ja, en Martin. Oké, dan is mijn doel om Martin te genezen en om Martin gewoon een normale villager te maken. Maar daar heb ik ook potions voor nodig. Dus Rick, we gaan samen naar de Nether, gaan we samen dingen zoeken, oké? Trouwens, mag ik nog iets vertellen? Ja hoor. Ja? Ik heb de vorige keer al allemaal dark oak spullen gemaakt, dus we hebben alles van dark spruce. Oak. Nee, spruce. Dat was spruce. Nee, dark oak, kijk maar. Hoe kom je aan dark oak? Huh? Ja, van die broken shipwreck. Oh. Dus ik ben van we hebben genoeg aan die sapling hakken. Nee. Ben ik serieus voor Jan Pieter aan het doen? Nee, maar we hebben toch meer saplings nodig om oneindig dark oak te krijgen. Dat klopt, maar... Ja, maar het idee was dat juist oud YouTube die 80-79 afging. Maar dat gaat dus deze aflevering dus ook niet worden. Nou, dan mag je naar het zeemonument als je wilt. Ik ben hier al! Nou, dan ga je emeralds minen. Rick, wij gaan naar de Nether. Maar emeralds zo... klinkt heel leuk, maar waar? Ja, dan moet je bergen opzoeken. En in bergen gaan minen. Dat vind ik wel lief van jou, goed idee. Ik doe even mijn stukje. Wat ben je allemaal aan het doen, Rick? We gaan op avontuur, let's go. Ja, maar oké. Oké. Het is zover. We gaan proberen om zoveel mogelijk van die blaze rots terug mee te nemen. Zo. We gaan naar de Nether. Ja, tuurlijk, want we moeten toch een broekstand hebben.
Ja, oké. Okay. Ja, maar dan wil ik even snel even wat blokjes meenemen. Gewoon om daar te plaatsen. Oh, dat is slim. Dat is slim. Ik ben ook best slim. Had iemand al een Nether Fortress gevonden? Justin, ja, volgens mij. Justin. Waarom spraak je in de derde persoon, Justin? Ja, Justin. Wat? Ik snap het niet. Rick, kom op! Ja, ik kom eraan! Doe nou eens rustig. Ja, ik had er één gevonden, alleen het was niet veel soeps. Heb je een... Oh, ik dacht dat je een emerald had gevonden. Ik was wel enthousiast. Nee, zo'n kessel. Wat spannende portal dit. Wat spannend dit, zeg. Dit is spannend altijd. Ik vind het heel eng. Oké, welke kant op, Rick? Jij hebt al een keer een Nether Fortress gevonden. Volgens mij Rick. Nee, ik ook. Nee, jij hebt helemaal niks gevonden. Heb, deze kant op. Oké, deze kant op. Dankjewel, Rick. Jij bent een goede... Oh, ik had mijn schild mee moeten nemen. Ja, ik ook. Hadden we wel axolotls. Het is dat we de portal niet meer zien. Dat we, anders hadden we echt nog terug kunnen gaan. Ja, precies. We zijn nu al de weg kwijt. Oh! Rick! Waarom? Dit is zo'n simpel sprongetje. Ja, maar hoe ging dat zo fout? Ik was aan het eten, oh, dus ik kon niet sprinten. Oké, laten we deze man hier even killen. Hoppakee. Oké, gewoon deze kant opzij, hè? Ja. Ongeveer een beetje. Kijk, en dan daar die brug. Ja, die gaan we pakken. Weet je, hoe zeker ben je van je zaak? 3%. 3%? Oké, dat is meer dan genoeg. Ja, toch? Toen, jij bent snel tevreden. Oh. Zo, dit was even een spannende brug. Dit is echt een spannende brug. Dit is echt een Justin-brug. Justin, hoeveel emeralds heb je al? Daar mag ik van mijn advocaat niet over praten. Dat is een beetje die andere man niet slaat hier. Mag je van je advocaat? Welke advocaat? Hij is loose. En waarom zijn we hierheen gegaan? Er is hier niks. Ja, maar dit is typisch Justin. Justin, hoezo typisch Justin? Ja, maar Justin die laat het lijken alsof hier niks is, maar... Kijk, er is hier ook niks! Ik heb ook bordje neergezet, hier is niks. Oh Rick, dit vind ik echt niet leuk wat we Max, nu doen. Max, dit gaat helemaal goed komen. Je had ook echt dat laatste blokje vrij. Ja, dit is gewoon even... Je moet het een beetje leuk houden, toch? Nee, Max! Ja, je zegt zelf dat je het een beetje leuk moet nee, houden. Maar dat vind ik niet leuk. Dat waar is er een fortress? Dat weet ik eigenlijk niet. Ben je al in de zee, Justin? Nou, misschien wel. Nee, ja, Justin, die is emerald zoeken. In de zee. In de zee? Waarom in de zee? Mijn blokjes zijn bijna op. We moeten even een van die bomen even hakken. Oh nee, echt? Hoeveel heb je er nog? 3, 2, 1. Nee! Oh, irritant. Oké, laten we deze zakken. Ik heb geen ex bij me. Ik wel. Laten we deze zakken. Ja, is goed. Dan hak ik wel even een beetje van deze. Ik vertrouw er echt geen reet van. Waarom ik niet? Ik ben echt bang dat ik in de lava val. Oké, ik heb hem gehakt. Ja, maar ik heb hier nog aan de boven. Ja, ik heb in principe alles wat ik heb gewoon. Ik heb alles wat ik heb ik bij me. Je denkt al, okay, ik heb alles wat ik heb. Ja, nee, logisch. Ik heb alles. Waarom? Ik heb alles wat ik heb. Oké, Rick, we kunnen weer. Ik heb 37 blokken. Oké. Ik weet zeker dat we de verkeerde kant op gaan. Nee. Justin heeft er één gevonden en hier is nog niemand geweest. Nee, daarom. Ja, maar Justin zei dat die andere poep was. Juist niet logisch. En wat is er poep aan? Ja, dat weet ik. Justin, wat is er poep aan? Best smerig. Er is hier niks, Rick. Jawel, Max. Ga nou eens even... Doe nou niet zo stom. Kijk, we gaan... Oh mijn god, kijk nou. Er is letterlijk niks hier. Gewoon niks. Dit eilandje is echt nutteloos. Ja, ik zie je wat. Wat? Hey, lekker Justin. Dankjewel. Justin, kijk, zo kom je alweer een beetje in de buurt. Je hebt 80 dingen gecollect. Wij hebben al 255 allebei. Althans, ik 254. Als je nog even doorgrindt, dan kom je op hetzelfde niveau als wij. Je pickaxe is stuk. Ik zag het. Kijk, kom maar mee. Niks aan de hand, Rick. Ik ben niks bang. Aan de hand. Oh, dit is echt een domme route wat we doen, overigens. Waarom? Ja, gewoon, want hier gaan we toch niks vinden? Als wij hier iets gaan vinden, wat krijg ik dan? Wat krijg je dan? Nog dan... een shout-out. Nee, niet nog een shout-out, die heb je al gehad. Een shout-out naar Justin, krijg ik dan. Jij krijgt een shout-out naar Justin. Yes. Rick, kijk, we zijn echt ik voel net. Gewoon dat er achter wat zit. Ik voel het gewoon. Waar? Ja, gewoon daar. Ga maar dan, hier zijn blokken. Hoppakee. Thanks, dit zijn er 5. 5? Ik heb... En nog een stack trouwens, sorry. Ik voel het aan mijn lava. Het is ongekend. Wat lava voelen, wil je dat? Nee, doe maar niet. Oh, ik heb heel veel dure spullen op zak. Ga maar gewoon door. Ja, ik ga door. Ja, ga maar gewoon door. Ik ga gewoon door. Ik zie de lava ook wel hoor, achter me. Nee, ja, maar dat vond ik zo. Ik hoopte dat je het niet zag. Ik zat al te kijken dat je gaat echt recht op de lava af. Oh, dat is echt wel jammer dat je het zag. Dat is even jammer, hè? Natuurlijk zie je dat. Je ziet gewoon het straaltje. Ja. Hier, kijk, Max. Spannend. En dan? En dan voel ik gewoon dat we er echt nu al gewoon bijna zijn. Max. Jongen, ik wist dat het veilig was, maar, ja, maar het was ik was leuk. Niet full AP. Ik had letterlijk 2 hartjes over. Serieus? Ja, ik maak geen geintje. Nou, ben je niet zo'n goede Minecrafter? Je zit hier aan varken. 3,5 hartjes. En nu?
Waar nu een. Oh, er is hier een gat achter. Oh mijn god. En nu? Ja, hebben we al bone blocks? Ja, hebben we dit wel. Wacht, ik ga even goed, ga ik hier even heen. Ja, kijk, Max. Oh, skeletons. Kijk, een soul sand biome. Ja, dat bedoel ik. Hebben we al bone blocks? Nee, dat weet ik dus niet. Ik vind het heel naar dat ik dus geen pickaxe heb. Dat waar ben jij dan? Oh, hier. Ja, ik ben hier. Ja, we moeten naar de overkant, maar die skeletons. Oké, kom, we gaan ze pakken. 3, 2, 1. Sloeg ik jou? Ja, je sloeg mij. Ik wil je niet alarmeren, maar er zit daar een varkentje. Alarmeren. Hebben we dit al? Oh, soul soy hadden we nog niet. Help! Ja, help. Ik ben daar niet. Justin, help! Nee. Ik Justin. Heb je geholpen. Nee. Justin, hulp nodig, Justin. Ja, ik snap dat er iets bij jou. Hebben we dit al? Oh, die hadden we ook nog niet. En dan kunnen we hier smooth basalt van maken. Oh, die hadden we waarschijnlijk wel. Max. Wat? Gewoon het ding slaan. Gewoon terugschieten. Ja, zo, dat hoppakee. Denk ik ook. 1, 2, oh, hoppakee. Oh, een guest hier. Nou, dan gaan we nu achterkappen. Huh? Er is geen guest hier. Er ligt helemaal geen guest hier. Nee, wat is dit voor scam? Hij heeft hem gewoon niet gedropt. Nee, maar soms gebeurt dat, hè? Huh? Hij heeft hem oprecht niet gedropt. En ik vraag me af of we een boomblok hebben. Oh, Rick, ik heb je weer ingehaald. Rick, dat weet je slecht. Hé, boomblokken hebben we trouwens nodig. Ik heb toch geen pickaxe? Laten we even zoveel mogelijk boomblok zakken. Oh ja, ik help even mee. Nee, kill jij die skeleton maar. Rick, okay. Je hebt toch geen pickaxe? Ik kan je dan niet mee helpen. Jij bent Rick, je bent ook niet zo slim. Je bent niet zo'n goede Minecrafter, Rick. Wil je gewoon even niet zo stom doen, zeg maar. We moeten ook even zo'n blauwe biome vinden. Ja, goeie. Het is gewoon een goed Nether-avontuur. Dit is eigenlijk helemaal niet waarvoor we kwamen, maar ik ben er wel blij mee. Wat wil je zeggen, Justin? Ja, niks. Nee, zeg het maar. Je mag alles zeggen wat je wilt zeggen. Ik heb, denk ik... Nee, laat maar trouwens, ik wil het niet horen. Ik zie de border! De border? Ja! Waar? Hier. Oh, hier zeg je ook, hè? Ja, echte Minecrafters die kunnen dat wel beter. Je bent niet zo goed in Minecraft, volgens mij. Nee. Gaan we dit nou het thema van deze aflevering maken? Oh, wat irritant het soul set. Ik haat het echt dat traag lopen. Oh, hier is echt de border inderdaad. Ja. Ik maak geen jokes met jou. Ik maak geen grapjes. Doe niet aan grappen. Maar waar, oh waar, is een fortress. Ik voel je dat ik dat ging zeggen? Dat we er bijna zijn. Ik voel het echt aan me. Hallo, een bestien! Een bestien? Ja! Huh? Ik zei het toch? Oh, en ik heb een fortress gevonden! Echt waar? Hier! Sorry, nu ben ik ook geen goeie Minecraft en ik hier zeg. Waar? Welke kant op? Wacht, waar ben jij? Ik ben nu terug gegaan naar die boomblocks waar we die borden ja, zagen. Ja, oké. Wat doen we eerst? Kijk, de bestje zit daar. Ja, dat doen we eerst de fortress. Waar zit de bestje? Ik zie niet. Daar, een stukje verder. Oh, door in de verte, ja. Oké, er zijn ook heel veel blokken die we nog moeten... Oh, Rick, we gaan echt dood het avontuur. Maar dat maakt niet uit. Nee. We hebben dingen ontdekt, we hebben er een route naartoe gecreëerd. Dat is vooral belangrijk. Heb jij wat blokjes voor mij toevallig, of niet? Ja, deze zijn voor jou. Thanks. Het zijn niet veel, maar die mag je wel hebben. Nee, oké, als je deze man hier killt als beloning? Ja. Als. Ja, kijk ja, naar hier. Moet je zien. Ja. Zo, en het is ook echt een unit. Het is echt een joekeltje dit. Deze is sowieso beter dan die van Justin. Ik wou zeggen, Justin is sowieso niet zo goed in Minecraft. Nee. Wacht, ik creëer een pad omhoog als jij die skeleton pakt. Ja, ga ik doen. Zie, zo zijn we teamwork. Zo zijn we teamwork. Oh. Wat zijn de coördinaten? Oh, nee, zeg ik niet, Justin. Dat zeg ik pas zodat jij de emeralds hebt gevonden. Nee, ik heb nog geen emeralds. Ik kom eraan. Oh, pas op voor die man hier. Oké. Dit kunnen we, Rick. Gewoon rustig even hierin naar binnen. Gaan we verschuilen. Gaan we gelijk even looten, want wie weet krijgen we wel gewoon een name tag of een weet ik wat. Oh, ik zie daar wat. Wat we nog niet hebben. Een pickaxe. Kijk, deze moeten we ook even hebben. Deze dingen hier. Volgens mij hebben we die. Ja. Hebben we al magma cubes? Volgens mij wel. Hoe dan? Justin is al gewoon een keer normaal naar Nether geweest. Die die Justin heeft het. Oké, laat maar dan. Dan ga ik deze niet pakken. Een Wither Skeleton. Oh nee. Hoppakee. Rick, waar ben je? Ik ben hier. Ik moest even dat ding even killen. Oké, ik ga proberen die Blaze te pakken. Oké. Okay. Goed. Waar is hij? Leuk. Oké, eerst die twee Wither Skeletons nog. Hé, hey, vraag je, hè? Weten jullie toevallig een coördinaten van de basis? Nee. Van de basis? Nee, ja, een beetje richting 0 moet je, dan kom je er wel. Richting 0. Gewoon een beetje richting 0. Justin, je moet even blokjes verzamelen, want we kunnen niet verder. Ja, Justin, doe even inderdaad heel veel verzamelen. Gewoon even uit het niets. Nou... Maar... Zo, maar dit is wel echt een hele grote. Hij is echt heel groot, alleen we komen niet verder door Justin! Als Justin nou minstens zijn best had gedaan. Hey, hebben we al alles van die dingen. Ook de fences en zo, zoals dit. Ja. Wij wel.
De magma cream hadden we helemaal nog niet. Nee, hadden we die niet? Nee. Nou, dan moeten we naar de Bastion, Max. Ja, dan kunnen we de Bastion wel even pakken. Zo, hoppakee. Ja, ik denk dat we eerder naar de Bastion... Ja, of we vinden Blazes toch, maar ik heb nog geen Blazes gezien. Ja, ja, eentje, ik zag er net één. Is die gedespawned, ja? Volgens mij is die gedespawned. Die zat helemaal hier op het einde, zat die. Zo, twee gas. Oh, god, drie gas. Oh, kom dan. Wat doen we? Hè? Kom dan. Kom dan, zegt hij. Kom dan, zegt hij. Kom dan, hè? Ze vallen niet eens aan. Oh, dat doen ze wel. Huh? Oh, een blaze. Ik pak die blaze wel. Yo, is goed. Eentje dood. Oh, heb je een gast in? Niet gezien. Ja, 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 okay. Ik heb er één. Hoppakee. Juist. Nice. Dan. Kijk, Justin, wij verzamelen wel weer de dingen. Nee, is goed. Dan ga jij maar weer lekker niks doen. Een beetje nutteloze emeralds verzamelen. Ja, maar dat heb ik. Hoppakee. Heeft hij er één gedropt? Nee, hij heeft niks gedropt. Frietshuis. Max, misschien kan je deze openhakken. Oh, goeie. En dan? Misschien zit er wel wat. Er zit iets, maar we kunnen er nog niet bij door de border. Chips. Ja, dan wordt het de Bastion. Ja, dan gaan we naar de Bastion inderdaad, omdat Justin weer... Wat ben je nou aan het doen, Justin? Helemaal niks. Helemaal niks, hè? Nee, dat... Oh, dat dacht ik al. Nee, ik ben de baas aan het zoeken, want ik heb geen eten meer. Maar ik ben omhoog gegraven, maar ik weet niet waar ik ben. Dus, dat is mijn... Nou ja, dat is een goed avontuur. Jawel, voelt veel toe. Jouw waarde. Ja. Waarom geef ik tegen Justin uiteindelijk altijd de kuttaak? Ja. Maar elke keer het leuke is, kiest hij het zelf inderdaad. Dat is denk ik het grappigste van allemaal. Justin heeft altijd een stomme taak, maar 9 van 10 keer heeft hij het zelf gekozen. Ja, dat klopt. Wat vind je daar nog van, Justin? Ja, vind ik wel leuk. vind ik wel leuk. Wil je ons anders komen helpen, Justin? Nee, maar ik weet niet waar de basis is. Nul. Gewoon richting ja, nul en dan kom je er wel. Nul, ja. Gaan we dood bij de Bastion, denk je, Rick? Nee. Oh, gaan we dood door deze gast? Rennen! Ik ga dit doen, dan zijn we sneller. Is hij boos op jou of op mij? Ik heb geen idee. Op één van ons. Oeh, een Enderman. Hadden we al een Enderpearl? Ja. Ja, die hebben we. Wanneer? Ik heb hem in mijn inventory. Wanneer? Wanneer vroeg ik erom? Wanneer is dat gebeurd? Net. Volgens mij echt één van de eerste afleveringen. Ik had toen ook een grasblokje. Als ik dood ga, Rick, is het echt jouw schuld. Nee, ik ga niet dood. Oh, pas op. Een geintje. Is het al veilig? Bijna. Dat sprongetje. Ja, nu is het veilig. Oh, dan ga ik deze zakken. Die hadden we nog niet. En ace. Ja, maar je moet ook al dat black... En ace. Hoppakee. Ja, maar je moet heel veel van dit hakken. Hoe heet het? Dit goud. Nee. Gewoon dat zwarte. Blackstone. Ja, daar kan je heel veel dingen van maken. Oh, slim. Slim dat ik daarover nadenk ineens. Hey, gast. Ja, dat is echt slim dat ik daar nog even over nadacht, dat ik dit allemaal moet hakken. Ik was op vakantie geweest en in één keer is het weer high clash. Ja. Hey, goudblok! Kijk, pa. Mooi, dan kunnen we een pickaxe van mij maken. Van goud. Ja, je hout bij dan? Tenminste iets, nee. Twee hout. Oh ja, twee hout. Ja, daar kunnen we genoeg mee. En hoeveel heb jij dan? Hoeveel heb jij? In de boven. Nul, ik heb allemaal hout aan jou gegeven. Shit, ik kom één hout tekort. Ja, je hebt dat al net geplaatst. Oh god. Zolang we niet zo een brood tegenkomen is het allemaal prima. Oké, okay, wacht. Ik ga even één houtje terugpakken. Oké, het gaat goed hier. Zo'n broed, als we die tegenkomen, moeten we absoluut zorgen dat hij ons niet slaat, dan ben je dood. Ik hoor een broed. Max, het hout valt in de lava. Oh nee, dat is ja, echt Ja, ik heb het. Heb je er een? Ja, heb jij het? Ik ben bang dat ik een broed tegenkom. Ik ben verder aan het gaan. Ja, wil je even terugkomen? Dan kan ik een X maken. Of een pickaxe. Waar ben je, Max? Ah! Follow! Ah, ik schrik me helemaal kapot! Sorry! Ik ga dood. Wow, dit zijn er echt heel veel! Dit zijn er heel Rick, erg veel! Oh, dit zijn er veel! Rick! Ik ben even weg. Ik ga dood. Ah, ik ben dood. Ik ben dood. Ja, jongen! Mark. Weet je hoeveel te waren? Ik ben echt 18 op mijn afrennen. Waar spam ik? Wat is dit voor plek? Ik ben volgens mij nog nooit dood gegaan. Volgens mij is dit de eerste keer dat ik dood ben gegaan. Max, oh, ik zag ja. 18 op me afrennen. Gast, ik ook en ik had geen kans waar ik op kon. Waar ben ik? Ik ben echt nog nooit. Dit is mijn eerste keer dat ik dood ga. Dit is oprecht mijn eerste dood. Spannen onder de farm. Sinds wanneer span je onder de farm? Zo, ik hoor er echt heel veel. Rick, het waren gewoon spullen. Ik ben uit de bestje gesprongen uiteindelijk. Oh, soort ik van. Zie je spullen! Oh, pak mijn spullen. Joh, gast, de helft is in de lava gevallen. Nee! Dat maakt niet uit. Oh, Justin, we gaan allemaal dood. Eén grote ellende dit. Nee! We hadden gewoon een de helmet aan moeten doen. Nee! Had je belangrijke spullen bij je? Nou ja, gewoon spullen. Gewoon spullen. Max, ik heb jouw stuf. Wat voor spullen heb je? Wacht, laat me even checken. Ik heb je. Ik heb je pickaxe, ik heb je axe. Oh, oké, dat is goed genoeg. Ik heb best veel. Kom eraan, oké? Justin, jij mag mee met ons.
Ik heb je hulp nodig. Kom mee. Echt? Ja, je mag mee. Ik heb niks. Dat maakt niet uit. Jij hebt niks nodig. Nee, wel, neem een beetje spullen mee. Ja, maar waar? Hier, kijk hier. Justin, kijk eens. 1, 2, 3. Kan je een extra maken? Ik heb hier zo'n varken met een... Oh, twee varkens met een zwarte outfit. Ja, niets mee doen. Die maak je dood. Ja, maar ik ben hun nu aan het vermoorden. Oh, doe alsjeblieft voorzichtig. Ja, ik doe heel voorzichtig. Zo voorzichtig ja, heb okay, ik echt Justin, doe deze broek aan. Ja. Oké, okay, let's go. Kom. Het is tijd. Heb je eten? Waarom zijn deze zo sterk? Waar is mijn ijzer? Hier, oh, dat had ik uiteindelijk niet eens gegeven. Ik had gewoon het ijzer in mijn handen, maar ik heb het nooit gegeven. Ik heb er eentje dood. Ik ben helemaal ready. Wacht. Oké, let's go. Ik doe ook even een Curse of Binding t-shirt. Heb je eten? T-shirt. Ja, 6. Curse of Binding t-shirt. Wacht, iets meer eten. Neem ook even blokken mee. Heel veel steen of zo. Steen. Moment. Veel steen. Ik ben al door de spannende portal. Echt? Ja. Waarom zijn we zo schaars met allemaal blokken? We zijn echt heel arm. We hebben al bijna 600 verschillende blokken verzameld in het spel, maar nog steeds zijn we arm. Rick, sta je ergens veilig te wachten? Ja, soort van. Oké, goed zo. Dan kunnen we samen verder met z'n drieën. Ik kom eraan hoor. Het is wel echt heel spannend hier, jongens. Het is spannender dan de spannende Nether Portal. Ik ben in the way to the portal. Oh, ik heb bokkenveel... Varkens. Nee, kisten. Oh, heb je een chest? Er zitten hier echt 6 kisten. Oh, wacht met samen loot, oké? Okay? Oh, ik heb echt de helft al. Oh, prima. Maar wij komen erheen en dan heb je zo meteen alles al gedaan. Ik heb heel veel goede spullen. Oké, ja, ik wacht hier, oké? Ja, we komen eraan. En dan kunnen we daarna de Nether Portal nog doen. Of de Nether Fortress. Met z'n drieën. Oké, Justin, je hebt je... Goed zo, worden we niet aangevallen. Hebben jullie hout bij je? Want dan kunnen we hier heel veel dingen craften, waardoor we de Nether Fortress kunnen doen. Ik heb 3 oak planks bij me. Dat is niet voldoende. Maar we kunnen hier hout hakken. Ik heb 3 crafting tables op zak. Waarom bevraag je dat? Dat zijn mijn crafting tables. Oh, trouwens, dat was ik vergeten te zeggen. Ik had crafting tables bij me. Dus ik heb mijn hout verpest. Oh, ja. Max. Justin, kom. Er zit een vark in mijn nek. Nee, maakt niet uit. Laat me liggen gewoon. Laat me liggen. Deze rem. Laat me liggen. Laat me liggen. Maar Justin, ik heb jou nu echt gewoon een vriendendienst gedaan, hè? Jij krijgt nu een shout-out, want we hebben een Nether Fortress gevonden. Wow. Ja, Justin, shout-out naar jou. Shout-out naar jou, Justin. Nee, maar nee, jij kreeg een shout-out naar Justin. Wat? Dus Rick, shout-out naar Justin. Thanks, man. Dat is letterlijk de deal. Thanks. Wat een goede deal. Ben je er, Justin? Oh, je volgt me gewoon. Ja, ik had verwacht dat je al dood zou zijn. Kijk, dit is de goede route die Rick en ik hadden, dit zo. Oh ja, een hele goede route. Ja, deze route echt voelt heel veilig en zo. Is je ook. Nou, we hebben toch helemaal gered, hoor. Hierheen zo. Nou, uiteindelijk toch dood. Nou, ik gebeurde! Nee, dat weet ik niet, want jullie delen heel veel weinig informatie. Jullie zeggen maar, ja, jij maar emeralds hakken, een beetje nutteloos. Ik heb niet eens een emerald gezien. Nee, uiteindelijk heb je echt niks gedaan. Nee. Oh, beest. Gewoon rennen, laat me liggen. Laat me liggen. Is niet nodig. Is niet nodig. Maar deze vond ik leuk. Doorlopen hier, kijk, en dan hebben we hier. Jeetje. Zo, hoe hebben jullie dit ook gevonden? Ja, gewoon doen. Ik voelde dit aan. Oh, ik word beschoten. Deze kant op. Ik word beschoten. Deze kant op, Justin. Gewoon, laat die skeletons maar gewoon liggen. Ja, maar trouwens, ik heb 4 handjes. Laat liggen. Eet dan iets, Justin. Nee, Justin. Justin. eet iets. Ik verkeer hem wel. Jongens, ik heb iets nieuws, denk ik. Nou? Huh? Ancient... Oh! Dat lag in een kist. En dat kunnen we... Ben je nou weer kist aan het looten? Nee. Toevallig lag deze er. Deze lag gewoon echt voor mijn neus. Ja, ik zie al hoe het zit weer. Het spijt me. Het zit weer een beetje Minecraft te spelen. Ren nou gewoon een beetje door. Ja, maar ik ben er gewoon een beetje dik. Ja, daarom moet je juist doorrennen. Oh ja. Oh ja. Hoe hebben jullie dit ook gevonden? Ja, gewoon onderbuikgevoel. Ik voelde het aan. Ongelooflijke stomme rotsmilies. Ik probeer niet hier toe te komen. Ja, die soul sand. Oh ja. Ik zie geen smileys hoor. Oh, ik snap wat je bedoelt. Oké. Okay. Ik snap het wel, Max, oké? Okay? Ja, maar Rick is gewoon niet zo'n goede Minecrafter. Hey, Max, ik zie je! Hey, Justin! Hey, jongens! Hey, we komen eraan! Heb je al mijn spullen? Ja, denk je mag wel. Je mag ook wat dingetjes houden, omdat je het gered hebt. Echt? Ja, zo goede vriend ben ik. En ik ben goed in Minecraft, dus ik regel het wel gewoon weer. Ik kom eraan hoor, jongens. Hey, daar zijn we. Hey Rick. Oh, hier is het geen van het volk wat mij gekild heeft, Rick. Oh nee, trouwens, we hebben goud aan nu, dus er is niks aan de hand. Oh, kijk, deze hadden mij geachtervolgd. Toen ben ik hier naar beneden gesprongen. Ik kom eraan, jongens. Hoezo, wij komen naar jou. Ja. Oh, hier moeten we niet heen, Justin. Oh. We moeten naar Rick, die komt eraan. Rick, waarom ga je omhoog? Jongens. Hey! Niet af, hierheen? Of niet?
Ja, ik heb geen idee. Want waar was jij? Oh, zo, hier zit er veel, man. Ja, je moet... Waar? Huh? Je moet die armor aan. Ik heb armor voor je meegenomen. Ja, ik heb een gouden helm op. Huh? Zonder mij. Ja. Hey, Soulspeed, die ga ik aandoen. Hoppakee. Huh, je hebt een andere kist gevonden. Nee, deze heb jij al geloot volgens mij. Nee, Soulspeed, die heb ik niet, anders heb ik hem al meegenomen. Ja, je weet hoe Rick is. Ja, dat klopt inderdaad. Oké, hierheen jongens. Ja, waar is hierheen? Ah! Ik ben bijna doodgaan. Ik heb trouwens hout meegenomen, Justin ook. Echt? Ja. Nice. Oh, ik heb gouden leggings. Oh, gouden dit zijn goede blokken jongens. Alles meenememen voor de... Maar voor kunnen we nu ook al die nieuwe blokjes? Nu ook een nieuwe blokjes. Oh, laat Justin het doen dan. Justin moet een beetje... Sorry, Justin. Ja, jongen, Rick. Ja, yeah. Blackstone, die... Doe een beetje alles craft inderdaad, Justin. Doe alles wat je kan. Slips hadden jullie al. Ja, die heeft Rick weer verpest. Jongen, ben ik snel. Max, ik heb armor voor je. Ja, ik heb armor. Maar Rick, je hebt alles al gemaakt. Ja, maar wil je niet iron? Ik heb niet alles al gemaakt. Nee, die mag je houden, Rick, die iron armor. Dat is gewoon voor jou. Ja, maar dat... Ik heb het al. Nee, dat mag je houden. Oké, thanks. Lief van jou, zeg. Nee, maar Rick, je hebt echt alles al gemaakt. Ik heb niet alles al gemaakt. Nou, welke niet dan, hè? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je het meenemen en was in een grindstone stoppen. Was dit alles van de Bastion, dit? Er is toch veel meer? Ja, volgens mij ook. Volgens mij, je kan er toch sterren en alles van maken, of niet? Nee, ik bedoel, was dit alles om te looten? Ik ga wel vast een nieuwe route maken. Mag ik mijn shuffle? Nee, Max, kijk hier beneden. Daar. Ja, daar wil ik ook in. Mag ik mijn shuffle? Nee, gooi ik twee potatoes naar beneden. Nee! Mag ik mijn shuffle? Ja. Nee, je mag niet. Je armor mocht je houden. Zo. Okay. Hou de rest ook maar bij je. Oké, dus de rest mag ik ook houden, thanks. Nee, bij je houden. Ja, houden, thanks, oké. Okay. Het is alleen het woord houden. Bijen versta je niet, inderdaad. Ik hou niet van bijen, doe mij maar een wesp. Een wesp? Ja. Boven bijen. Het liefst bijen niet. Een sukkel bij je eigenlijk, hè? Nou! Hey, iedereen, kom maar. Justin, kom ook maar deze. Niet de boomblocks verspillen! Die heb ik echt gehakt, letterlijk, omdat we thuis boomwiel hebben. Hey, lieve mensen, waar is hier? Naar beneden, met die trap die ik zojuist heb gemaakt. Kom op, oh, daar moeten we zijn, daar in het midden. Daar moeten we zijn. Zou ik er gewoon heen springen? Er is wel een brood in de buurt. Ik zou het niet doen. Ja, er is een brood in de buurt. Ja, maar die moeten we dan eerst even killen. Oh, en ik heb een goede manier hoe dat gaan doen. Kijk. Oh, zegt hij ook. Ja, kijk. Oh, hier zit een goudblok. Kijk, dan komt die brood hierheen. Zie je? Ja. En dan heb ik een hengel. Dan gooi ik hem de lava in. Ik heb bewust een hengel meegenomen voor dit idee. Dat doe je best slim. Hey Justin, je bent er. Justin, je hebt goud aan, hè? We moeten deze brood even zien te killen. Ja, kijk. Wacht, let op. Hier, als ik nou zo doe. Zo. Kijk. Kijk, dan komt die brood. Hoppakee. Oh, dit werkt. Ja, gewoon misschien. Dan worden die mensen nu niet boos omdat ik goud aan heb? Nee, dan worden ze niet meer boos op je. Oh, dus ze zijn wel boos. Ze zijn heel erg boos. Hij was boos. Zo. Wacht, we moeten die dingen even looten hier. Ja, ik doe mijn best. Hey Rick. Hey Justy. Ik ga deze guy killen met mijn hengel. Komt ie. Ja, dat is precies wat ik ga doen. Doe zo, dan ga ik naar boven bouwen. Zo, let op hè. Dan komt hij. Hij moet af hier. Kan iemand hem beneden even lokken? Ja hoor, moment. Lok hem uit zijn holletje daar. Hij moet een beetje naar het midden, Ja, moment hoor, klein momentje nog hoor. Kijk, wacht. Hij komt in de buurt. Ja, maar niet daarheen, Justin. Hij moet hier in het midden. Hij moet in het midden terugkomen. Dat snap ik maar niet, maar ik wil ook veilig naar beneden. Ja, wacht. Je bent er bijna. Hij is er bijna uit. Ja? Huh? Heb ik de broed niet meer? Zijn het er twee? Ja, achter je, Justin. Hoi! Hoppakee. Oké, wacht. Justin, wacht. Blijf staan. Blijf staan? Ja. Ik voel me onveilig. Je zit daar gaan. Nee! Zo, er zijn er twee hier, man. Oh, het zijn er echt veel. Eentje is in de lava gevallen, volgens mij. Of is dat geen broed? Ja, volgens mij één van de broeders is in de lava gevallen. En er zit er hier nog één. Dan moeten we die ander nog even killen. Hier, kijk. Ja! Oh, nee, bijna in de lava. Hoppa! Het is gewoon een spelletje. Dit is van die visjes die je dan uit het pak moet halen. Met de kermis. Ja, maar dit gaat wel goed. Alleen, hij is een beetje ver daar. Ik kom er niet bij met mijn hengel. Kom maar. Je bent gewoon geen goede Minecrafter. Ja, ik heb hem. Hoppa. Ja. Oh, nu is mijn hengel stuk. Ja, oh, bijna. Kijk, nu kunnen jullie hem wel pakken, jongens. Hij is heel laag. Hij weinig HP. Pak hem aan je zin. Hij heeft weinig HP. Ja. Help hem, man. Kijk, in de tussentijd kan ik looten. Ja, pak kan ik looten. Oh! Hij zit in mijn nek!
Wie? Wie komt? Ja, twee kwamen even aanrennen. Oké, okay, ik heb een crossbow met een pijl en boog en zo, dus het komt goed. Oh, die heb ik ook trouwens. Waar zijn die broeds? Ik zie daar nog meer kisten. Justin, heb je het overleefd? Nee, ja, soort van. Oké, okay, ik ga deze guy killen. Ik dacht dat het veilig was. Kisten, ja. Het was niet veilig. Ja, die broed is dood. Ja, die ja. Ja, die broed is... Ah! Huh, wie schoot er op me? Sorry, wie schiet er? Hier, Max. Huh? Er schoot er eentje. Ik wacht even hoor. Hierheen, Justin, volg je ons? Ja, ja, ik volg je. Oké. Okay. En dan deze kisten hier looten. Wat zit erin, jongens? Oh! Smithing template! Hé, hey, nog een ancient debris. Wacht, wie wil die bij zich houden? Wie gaat er het minst snel dood? Ik wil ook een keer wat. Ja, hou bij, hou hou de smithing template maar bij je. Wat nou? Ja, ik dacht misschien dat je hier met een puntje. Oh! Maar nee hoor. Oh. Niet zo schieten jij. Hier, die in de lava, hoppakee. Oh. Ja, maar dit is goed, dit is goed. We gaan looten, we zijn goed aan het looten hier. Oh ja. We zijn wel goed bezig, moet ik zeggen. Dus het niet bijna dood ging. Was wel heel vermakelijk om te zien. Wegrennen door dat ding. Ja, maar dat beest, er gebeurde niks. Nee, dat ding is echt sterk. Maar jullie waar zijn nog meer kisten? Ja, die moeten we zelf pakken. Daar kunnen we denk ik bij wel een gedeelte in. Waar is dat? Wacht, ik ben hier beneden nog even. Hadden wij al een chain? Ja, hebben we. Hebben we er nu nog één? Chain. Vet. Chain. Justin, je klinkt niet zo geïnteresseerd. Justin, hoi. Justin, hak die goldblok. Oh ja. Hebben we nog meer loot gevonden? Nee. Nee, ik denk dat dit het wel is eigenlijk. Er is wel meer, joh. Nee. Ah, die beesten zijn heel irritant. Ah, zijn ze boos op mij? Nee, op wie zijn ze boos? Ik denk op mij. Op Justin, denk ik, hier. Nee, 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 ik heb ook helemaal niks! Ik heb ook helemaal niks! Ik heb gebroken! Max, ik help hem, ik help Justin, ik ga Justin helpen. Zo, oké. Oké, hij is dood, Justin, hij is dood. Ik heb nog geen eten. Hij is dood, niks aan dat. Ja, niks aan dat. We hadden volgens mij ook nog geen netherwart, toch? Nee. Nee, Justin, ik heb eten. Ja, ik dan kunnen ook, we in ieder geval voor postjes, is dat goed, jongens? Heeft iemand ook een oven of zo bij zich? Nee. Dat heb ik toevallig niet. Nee, dat dacht ik alweer. Ja, volgens mij kunnen we hier nog naar de overkant, of niet? Oh nee, daar zijn we ook al geweest. Ja, volgens mij hebben we nu wel de beste in gehad, maar je kan toch veel leukere dingen krijgen ook? Ja, maar je kan toch ook veel dieper in die grotten? Weet ik niet. Oh, zo jeetje. Ja, volgens mij... Hey, ligt ik dacht dat je ook wel echt gewoon echt bastion spullen kon krijgen die alleen in de bastion te krijgen zijn. Oké, wacht, Justin, volg mij. Jij bent bij mij, hè? Nee. Nou, ik dacht dat je nog bij mij was. Ja, maar ja, het is hier een doolhof. Ja, maar je kan hier ook zo'n music disc krijgen. Ja, die bijvoorbeeld. Dat soort dingen moeten we hebben. Maar waar zijn jullie nou in? Ja, ik ben gewoon weer terug de bastion aan het gaan. In dat andere gedeelte, ja, dat andere gedeelte. Maar zit daar niet ergens nog zo'n cave-ingang of zo? Ja, die ben ik aan het zoeken dus. Soort van. Meerdere zijn er. Ik heb hier ook één, volgens mij. Of nee, toch niet? Oh, ik heb hier één. Ja, dit is de cave-ingang waar ik ben. Waar ik ben? Waar ik, niet Rick. Oh ja, daar ja. Waar ik ben. Hey, nee, Rick. Ik ben al wel... Oh, Rick! Rennen, weg hier. Ik ben al weg. Oh nee, hij gaat aan mij komen. Oh, die dingen zijn echt angstaanjagend. Die broeds zijn echt angstaanjagend. Hey. Heb je hem? Jemig, hé. Wacht, kom maar aan weer, Rick. Oh, er loopt er een. Hier. Oh, hier, een broed, pak hem. Nee, alsjeblieft. Kijk, waarheen, jongens? Hier zou vast nog wel meer loot zijn. Nee, maar nu gaan we juist weer omhoog. Ja, maar zijn we hier dan nog niet geweest, deze route? Volgens mij wel. Hakken. Ik weet het niet. Nee, waarom hakken? We moeten toch juist de grotten voor? Nou, hakken, daar vinden we niks. Ja, maar dan vind je een nieuwe grot. Ja, misschien. Grot equals grot. Ja. Nee, maar nee. Ja, ik denk dat we naar de stronghold toe moeten. Of de stronghold dinges. Fortress, ja. Dus laten we hier even omhoog hakken zo. Ja, waar is hier? Hier, Justin. Je bent niet zo goed in Minecraft, maar kom maar gewoon hierheen. Ja, oké, dank. Kijk, hier kwamen we vandaan. Oh, wat is er? Ja, die duwde mij bijna er vanaf. Oh. Ik stond er met shift en in één keer voelde ik gewoon even zo'n duwtje in mijn nek. Oei. Kom maar, Justin. Zo. Waarom gaan we ook zo weer zoals dit? Wat een rare route terug. Waarom? Justin, weet je het zeker? Nee, maar... Ik hoop wel. Ik durf ook shift niet los te laten. Volgens mij hebben we al zo goed als alles gehakt, hè?
Oh, Rick, ik dacht dat er meer was, maar het waren gewoon... Oké, zo. Oh, Jussin, Jussin! Je sprong precies waar ik wilde springen. Ga doorlopen, Jussin. Je staat op die brug. Jussin, op alsjeblieft, hoor. Oké, we gaan nu naar de Fortress, die was deze kant op. Nee, Fortress waar we niet bij kunnen waarschijnlijk. Jawel, jawel, jawel. Alleen, hij is nu groter geworden, want we hebben best wel... Wat zijn jullie snel? We hebben soul speed. Doe je steen. Het is deze kant op, Jussin. Kom maar hier aan, Jussin. Hoe vaart je op je, Jussin? Ja, dat ga ik niet zeggen. We laten de skeleton wel voor je achter. Rick! Rick! Ik heb hem geraakt. Met twee hartjes. Nee, ik hoor skeleton schieten. Oh, hij is dood. Nee, die is dood. Die is dood. Hier, Jussin, hier. Thanks. Alsjeblieft. Kan ik die opeten? Ja, ja. Opeten. Opeten. Kijk, hou je gouden armor aan. Anders vallen die beesten hier weer aan. Waar was het nou? Volgens mij verder. Oh, hier. Kijk, oh, Blaze! Ik moet even pakken. Precies wat we nodig hebben. Die moet ik bij zijn, hè? Nou, we zijn niet heel veel verder gekomen, kan ik je wel vertellen. Nee, dat klopt. Daar een beetje. Een beetje. En zolang we die Blaze pakken, is het allemaal goed. Ik ben ook. Nee. Wie heeft de Pikmin aangevallen? Wie heeft de Pikmin geslagen? Nee, dat was het niet. wie heeft het gedaan? Iemand heeft de. Justin. Hoe krijg je het nou voor elkaar? Ja, er zat één gat. Nee. En nu is. Oh, het is helemaal fout gegaan. Had je belangrijke spullen bij je? Nee. We hebben maar één Blaze Rod nodig en is het avontuur prima. Nee, de Blaze Rod valt in de lava! Oh, mijn god, ik zag hem. Onweer? Hij is in de lava gevallen. Ja, ik hoor onweer bij ons huis. Ik denk dat het huis zit in de fik. Oh, pas je op. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ik zal even opletten. Rick, ik zag een Blaze Rod en hij is in de lava gevallen. Oh, maat. Nou, we kunnen in ieder geval wel verder hier. Ja, tot daar. Oh, nieuwe Blaze. Rick, kom. Een nieuwe. Ja, waar dan? Hier. Hiro, Daro, Susso. Maar hij moet oppassen dat hij niet weer... Lok hem even deze kant op. Ja. Daar ben jij heel goed in lokken. Nee, maar kijk, nee, hij mag niet daar doodgaan. Nee, maar daarom... Ik schiet hem even zodat hij mijn aandacht heeft. Hij heeft mijn aandacht. Kom eens. Ja, alleen hij gaat niet... Wacht, bouw even onder hem. Dat ga ik echt absoluut niet doen. Wel onder hem, hij is voor mij gefixeerd. Okay. Die skeleton achter jou, misschien op jou. Maar... Wacht even. Oh, ik raakte jou, sorry. Bro. Waar is hij? Hij zit hier beneden, wacht. Ik ga hem even pakken. Pak jij hem even en zorg alsjeblieft dat het ding niet laaf valt, zoals wat ik had. Nee, dat komt helemaal goed. Hallo? Hij is helemaal beneden, waarom is hij daar? Ah, hij komt omhoog. Oh, oh. Hallo meneer. Komt hij nu. Nu. Ja. Ja. Oh, ja! We hebben hem! Okay, weg okay, hier okay. Nu! Oh, er staan echt nu twee Blazes best wel veilig hier. Laten we deze ook gelijk pakken. Zag je dat? Nee. Oh, oh. Ik was omhoog aan het klimmen naast de lava. Oké, ik heb er nog één. Ik werd gehit door die Blaze. Pak hem, Rick. Ja! Ja. Oké, let's go. Weg hier. We hebben de spullen die we wilden hebben. Ik wil hier nu weg. Hé, nog een Blaze. Hè. Laten we die nog even pakken. Is zijn spullen ook echt in de lava? Nee. Ja. Jawel, hè? Ja, dat is echt een diepzee-duik. Diepzee-duik. Hoppakee. Oké, Rick, hoeveel heb jij er? 1. Ik ook 2. Ik ook 2. Oh, kom. Bijna allemaal snot uit mijn neus. Let's go. Lekker. Ja, ik moest lachen. Ik word echt een... Ik voelde het er allemaal uitschieten gewoon. Sebastian, even blurren, want dat is niet iets wat iemand wil zien. Niet. Niet iets wat iemand wil zien. Oké, Rick, let's go. Let's go. Weg hier en even niet meer terugkomen. Ja, ik vind het oprecht een geslaagd trip. Justin is dood gegaan. Ja, twee keer. Ook even wat boomblokjes voor onderweg terug. Ah, skeleton erachter! Dat is jumpscare. Dat is een jumpscare. Dat zag er echt heel leuk uit. Hey! Hoi, baal, hadden we die nog niet? Ah, ik denk, ik ga gewoon even proberen. Ik ga wel even proberen. Oh, nee. Justin, zie je jouw taak als geslaagd deze aflevering? 100% niet. Maar ik heb 4 emeralds gevonden in de kist, dus op zich... Ja, dat zijn die we hadden. We hadden er 11 nog extra nodig. Nee, deze heb ik gevonden. Doe Rick, ik ben weg. Ik ben heerlijk. Maar zak een kant op. Ja, ga terug naar huis. Oké. Je weet nog wel de route terug, toch? Ja, ik zit achter je. Dat is best wel spannend. Ik ben zo blij dat... Ja, ik vond het sowieso een spannend avontuur, dit. Ja, nou goed. Oh. Justin heeft het gewoon weer niet overleefd. Hoe kan het nou? Justin en de Nether is gewoon echt een slechte combinatie. Ja, maar wie verzint het maar ook? Ik moet ook wel zeggen, we hebben hem ook niet echt extreem goed geholpen of zo. Nou ja, jij mocht spullen pakken uit de kisten en meer... Ja, maar dat is niet zoveel. Hij heeft ons... Ja, ik had toch ook niks, Justin? Ik was ook dood gegaan. Nee, maar we hebben misschien ook wel een paar keer gewoon even een tikje gegeven en zo. Ja, dat klopt. Oké, dat klopt. Daar heb je Max, ik ben je nu wel even kwijt. Waar ben je nu? Ja, weg. Nee, Max, kom even terug. Ja, maar ik sta op een brug.
En er staan allemaal vervelende beesten die, ja, die hebben elkaar juist in lava gegooid. Ik kan de brug niet vinden, Max. Gewoon doorlopen. Gewoon doorlopen. Ja, samen uit, samen gewoon doorlopen, Rick. Ja, maar er staan. Ik ga die beesten eerst killen, wacht even. Ja, gewoon rechtdoor. Ja, maar ik loop nu over allemaal bomen en zo. Ik ken dit niet. Ja, dan moet je gewoon doorlopen. Gewoon doorlopen. Oké. Ja, door. Daar ben ik. Je ziet me. Je ziet ja, me. Ik zie je. Ah. Oh, oh. Nee. Max, ik ben echt bijna dood. Ja, stomme meneer. Stomme meneer, hoe je het ook echt. Hier zal ik een blokje achterwakken. Deze. Ik ben echt nog nooit zo bijna dood gegaan, denk ik. Ik landde echt het shift op het randje daar. Oh mijn god, dat scheelde echt niks. Waar moeten we heen? Wat is die stomme route van jou ook weer? Via de boom. Via de boom? En dan? Dan, ja. Gast, ik was zo bijna dood daar. Dat zag er echt vet uit. Shit. Oh, waar nee, daar heen? Via hier, hier, ik zie het al. Kijk, hier. Oh, daar zit een holletje. Kijk, hier zit een holletje en dan was het deze kant op. Ik had het helemaal niet gemaakt. Nee, je hebt het helemaal niet dichtgemaakt. Dus en ik waren hier voor het laatst. Kom nou, kijk, hier, letterlijk hier is het. Huh? Maar hoe werkt dit? Geen idee. Nee! Nee, ga jij, nee. Ik ga niet meer voor. Ik vertrouw, niet slaan, niet slaan, oké? Beloof het, beloof het. Ik beloof het. Oké. Hij belooft het niet, hè? Jawel, hij beloofde het. Oké, okay, we zijn bijna terug. Is het zo? Oh, Rick! Dat was een geintje. Oké, okay, ik ga gewoon laden en dan doe ik 360. Hoppakee! Hoppakee. Nee. Oké, okay, niet schieten alsjeblieft. Echt, nee, nee, dat is zonde van de blaze slot. We hebben meer dan één blaze slot nodig namelijk. Ja, ja, nee, ik schiet niet. Hij schiet. Nou, hij schoot niet. Justin, nee. Jij snapt het niet zo goed, hè? Nee, ik ben snap het. Het idee van niet, snap je niet helemaal wel. Nee. Maar Justin is ook niet zo goed in het spelletje. Nee, nee, nee. Dat is het. Ik zei we zijn toch. Er bijna. Zijn we er al? Bijna. Zijn hierheen, hierheen, dan hierheen, hierheen, hoppakee. Oh, ja, 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 we zijn er. We hebben het avontuur overleefd. Dit is echt gewoon, dit is echt niet wat het doel was van deze aflevering, maar... Nee. We kunnen het nu wel regelen uiteindelijk, op het einde. Ja, dat wel. We kunnen nu even goed gewoon alles doen wat we willen. Jezus, die villager hier, of die, dat is het Enderman. Enderman, ja. Ja, regen. Oké, okay, iedereen eerst even slapen. Dat vind ik wel goed. Oh, mijn bed is. Heb je mijn bed ik nog, Rick? Ik heb jouw bed. Mijn bed heeft het zelfs overleefd. Feestje. Justin, jouw bed zeker niet, hè? Nee. Ah, Justin. Oh. Ga even slapen, Justin. Waar ben je? Oh, mijn microfoon valt om. Oh, ik ga even slapen. Waar ben je dan? Ja, ik ben gewoon in de kistenkamer, maar ik zoek iets van bedmateriaal. Maar er is niks. Pak dan even een bed uit de dinges. Uit de dinges. Ja, uit kluis ding. Kluishuis. Mag dat een keer? Het ja, één keer. Als je hem terugstopt, mag je hem uit het kluishuis pakken, uit het monumenthuis. Eén keer stelen, altijd stelen. Nee. Ik lig. Wij ook. Ik ook. Wij ook. Oké, okay, jongens, laten we even op oriënteren. Rick, wil jij? Jij mag er een maken hier, kijk. Oh. Dan gebruik je die ander gebruiken we voor Blaze Powder en dan stop ik deze het monumenthuis, oké? Okay? Is goed. Hoe maak ik een broeie stem? Weet ik niet eens. Met steen. En, oh ja, cobblestone. Ik ga lachen als het allemaal niet nodig is geweest. Ja, dit was allemaal belangrijk. Dit was allemaal belangrijk voor het proces. Ja, ook omdat Justin dood is gegaan. Dat was ja, dat was vooral essentieel. Ja, en dat is gelukt. Kijk, stop ik al mijn spullen, stop ik even hierin. We hebben er maar één nodig voor een brewing stand. Ja, maar je hebt natuurlijk ook blaze powder nodig. Ja. Oké, okay, dan heb ik hier... Heb ik... plaats nog? Oké. Okay. Zo, dan doen we de nether ward bovenin. Mm-hmm. Dan doen we daar... Die andere die je hebt, dus dan moet je blaze powder in plaatsen. Meerdere. Heb ik. Of had je er maar één? Oh ja, oké. Okay. Twee, dan ja. Hebben wij glazen dingetjes nodig. Hebben we dat? Hebben we glas? Ja, maar we hebben glas. Hierboven. Oh, hierboven. Oké, okay, top. Zo. Dan maken we hiervan allemaal glass bottles. Hebben we er 9. Doen we zo. Boing, boing, boing. Wat doe je? Dan. Oh, Rick, je moet ze nog even vullen. Dat is jouw... Nee, dat is in Justin's taak. Justin? Ja. Vul. Vul. Veel. Doet hij ook nog eens wat? Ik wou dat zeggen, alleen maar doodgaan de hele tijd. George moet ook echt vullen. Adje! Nee! Oké, okay, dan. 1, 2, 3. Ja, prima. Zo, dan stoppen we die hierin. Dan wordt het als het goed is een awkward potion. Het moet een golden apple hebben trouwens. Hebben we die heb al? Heb ik. Heb jij een golden apple? Hoe kom... Oh, ben je goed bezig, Justin. Ja, ik had gek. Nee. Alsjeblieft niet eten. Dan wordt dit een dinges potion. Dan hebben we zo'n fermented spider eye nodig. Hebben dat we die? Heb ik niet. Oh god. Ik hoor een spin. Ik heb een ei. Ja, maar die kunnen we wel niet ik heb een ei. Ik hoor een spin. Ik heb een ei, dus ik moet even sugar hebben. Sugar hebben. Waar is die sugar hebben? Waar is die spin? Ik heb sugar. Hoor jullie hem toevallig? Ja.
Hier, er is een spin hier. We hebben hem niet nodig. Ja, oh, hij, is niet, hij heeft niks gedropt. Hoe maak je zo... Oh, we moeten een paddenstoel. Bruin paddenstoeltje. Ja, en een spider eye dus. Ja, die heb ik. Oh, die heb je al. We hebben geen paddenstoel. We hebben geen paddenstoel. Oh, we hebben geen paddenstoel. Wat voor paddenstoel? Oh, we waren in de nether, waren in de end, of in de nether, en daar waren zoveel paddenstoelen. Ja, maar die kun je daar toch niet voor gebruiken? Moet je zo'n bruine? Jawel, ja, een bruine. Die hadden we echt heel veel daar. Oh, ik kan zeggen, ik heb een blauwe. Oh, nee. Oh, zeg maar dat we er eentje op zijn minst. Dan offeren we in het monumenthuis wel op als we er eentje hebben. Ook geen. Nee, jongens. Er waren er zoveel net. En hebben we er geen eentje, hebben we er gehakt. Wie gaat er terug? Ikke. Justin geeft er wel even alle andere spullen die je hebt. Wat dan? Ja, als je doodgaat, dat niet opnieuw moet. Als, nee, niet alles, alles. Ja, wel die golden apple, wel. Hier, doe deze ook maar aan, die golden boots, die zijn snel. Ja, hier, nee, de golden apple ook niet. Nee, niet de golden apple. Want die hebben we nodig. Ja. Als je doodgaat, zijn we hem kwijt. Alsjeblieft. Mag ik ook een verdedigingswapen? Ja, hier heb je die. Dan moet je pijlen moet je zelf even binnen regelen. Waarom vroeg je me nou? Nou, je zit te richten. Oké, zelfde route als netjes. Dit moet je hebben. Dan ga ik en ik die gaan hier... je moet helemaal daarheen. Zelfde route net. Helemaal daarheen. En dan moet je een paddenstoel moet je hakken. Een bruine. Een bruine moet je hakken, oké? Oh ja, nee, thanks voor de tip. Kijk, Rick, dan gaan wij vast dit smelten. Ja, we zien je zo. Niet. Veel plezier op je avontuur. Thanks. Zo, ik zie je zo. Ik zoek nog even wat arrows. Rick, niet mijn blokken stelen. Nee, ik zou niet Rick! Oké. Okay. Net eruit scraps hebben we dan. Ja. Dat is goed. Dan kunnen we... Hebben we, maar dat hebben we niet genoeg. Oh, dan moet je er 4 hebben. Ik zet tot Sinas. Oh ja, succes Justin. Wou ik van je. Ja. Ben je dan gaat dood? Ja, sowieso. Sowieso, ja. Maar alles voor de wetenschap. Nou, dan gaan wij hier nu wachten, Rick, en dan zeggen we niks dat Justin terug is. Justin terug is? Ik denk niet eens dat ik terug ga komen. Jawel. Oké, hier is een versneld stukje van Justins avontuur. Justin, Rick en ik hebben echt jaren op je gewacht. Alles is anders hier. Ja. Het is echt geweldig. Heb je de paddenstoelen? Ik heb het. Jongen, ik heb er zo lang naar gezocht. Kijk dan hoe ongelooflijk mooi ze gekleurd zijn. Ik zou ze even demonstreren. Ik weet niet waar ik ze neer kan. Kijk dan. Justin, dit is geen paddenstoel. Dit is geen paddenstoel. Nou, ik had er eentje opgenomen. Ik werd al helemaal high, hoor. Je hebt nog een bruine paddenstoel, mag ik kopen? Ja. Laat zien. Tun. Oh, okay, ja. Goed, hè? Ja. Dus okay. Heeft gewoon iets gedaan. Dan geef ik jou ook dit, Justin. De spider eye en de suiker. Dan kan je een fermented spider eye maken. Okay. Maak hem maar. Hoppakee. Hadden we er al één? Dat denk ik. Nee, of hij hoeft denk ik niet. Nee, maar dat moest denk ik wel. Als we er eentje hadden, word ik echt heel boos, denk ik. Dan word ik echt, nou, niet eens boos, word ik echt verdrietig. Als we er al eentje hadden. Ik ga nu in het boothuis kijken. Als we er eentje hadden, hebben we echt een extra 20 minuten van onze tijd gewoon verspild. Nee. Ja, we hebben er één in het boothuis liggen. Nee. Dat ja, 100 niet punten. Waar. Nee, een spider eye alleen. Maar niet een fermented. Oh, hier ligt er één inderdaad, een fermented spider eye. Nee! Nu kan deze blijven liggen, dat is goed. Ja, die kan blijven liggen, dat is goed inderdaad. Oké, dus Justin, jij hebt echt een heel avontuur. Ik voel me echt heel speciaal. Oké, Justin, dan mag je hier bij de Netherwart erin. Dat moet toch zo, of niet? Of moeten er nog... Ja, hij is nu het awkward. Het moet van awkward, ja. Nu moet je er dingen op doen. Maar wat wil je? Invisible. Huh? We hebben dit helemaal niet nodig, jongens. Nee, dit is weakness. Dus nee, nee, jawel. Jawel. Nee. Waterbottle, gewoon normaal. Ja, het moeten normale waterbottles zijn. Jawel. Ik vertrouw me. Gewoon, wie heeft er nog normale waterbottles? Ja, wacht. Welke potion neem ik hier, zo? Vertrouw me, jongens. Ik ben goed in potions. Ik heb een potionless gezeten. Je moet toch trouwens een golden carrot hebben voor Nee. 100 kijk, nu wordt het potion of weakness. En dan moeten we er nog een gunpowder. Nee, een gunpowder. Geen redstone. Gunpowder op doen. En dan zit het goed. Let maar op. Gewoon gunpowder nog doen. Hebben we die ergens hier liggen? Ja. Gunpowder? Waar is die? Ik heb er een. Oké. Dan moet die erop nu. Zie je? Potion of weakness. Gewoon. Ja. Het is gewoon. Het is er gewoon. Dan de potion of. Wordt het splash potion of weakness, Justin? Ja. Huh, waarom ligt die awkward potion in het midden? Huh, maar we hadden toch invisible nodig? Nee, potion... Waarom invisible? We gaan toch die villager restoren? Dat zei je... jij zei invisible voor die ocean monument. Ja, oh, monument. Maar dat gaan we niet meer redden deze aflevering. Wacht, er mist er eentje. Wie heeft die laatste eruit gehad? Dit is zonde. Ik heb hem! Goed zo, Justin. Oké, Justin, heb je hier de golden apple ook. Oh. En dan mag jij, Martin... Bernard! Bernard inderdaad. Bernard. Dat is zelfs in een Bernarde situatie. Bernarde situatie. Ja.
Oké, dan mag jij... Voor privéredenen zijn jullie niet welkom bij dit feestje. Oké. Okay. Prima. Oh, dat raam spiek. Ah, ik heb het gemist. Ik heb het gemist. Wat onweer. Ik heb het op de film. Heb jij het gefilmd? Oké, okay, dan wil ik even replay in slow motion. Ja, maar ik heb het ook gefilmd. Nee, jij hebt niet gefilmd. Wow. Kijk hem ook shaken. Hij is er helemaal... Hij is helemaal van het padje gewoon. Ja. Hij is helemaal van het padje. Justine, wat heb je voor spul gegeven? Dit was geen gouden appeltje. Nou, ik heb gewoon wat paddels gegeven. Hey, maar nu kunnen we... Wat mooie is, jongens. Nu hebben we die hele enchantment niet meer nodig. Nu kunnen we Silk Touch regelen. Ja! Ja, maar dat gaat deze aflevering niet meer lukken. Nou. Dus jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We zitten hier met Rick, Justin, Bernard en ik natuurlijk zitten hier gezellig. In de volgende aflevering zal Bernard, oftewel Martin 2, zal genezen zijn en een villager worden. Dan kunnen we eindelijk Silk Touch regelen. En dan kunnen we zoveel nieuwe blokken regelen. Dan gaan we ook naar het nieuwe Ocean Monument, want we hebben nu gewoon een enchantment. Of nee, hoe heet het? Een brewing set. Ik meen het, Justin. Maar en ik een villager. Voel me af, hè? Ja? Zou je ook deze erg? Nee, alsjeblieft, Justin. Alsjeblieft, nee, maar niet voor de volgende aflevering. Nee. Gaan we testen. Gaan we echt gewoon één testen. Drop test. We gooien hem van een gebouw af. Maar goed, jongens, als je het zo leuk vond, kijk dan ook zeker even naar het kanaal van Rick en het kanaal van Justin. Ook al, Justin, dit is een teken. Je moet nu weer een video gaan uploaden. Oh ja. moeten mensen even leuke ideeën achterlaten. Ja, en als je daar nou nu geen zin in hebt, kijk dan lekker gewoon deze video. Dit is namelijk het vorige deel leuk. Hierin hebben we ook heel veel leuke dingen gedaan. Heel veel blokken verzameld. Meer dan 100. Ja, en ik dus kijk heb deze een hele video mooie spannig gemaakt. Toch? En Justin heeft ook wat moois gedaan in deze video. En nu spreek ik later glaasje water. Tot de volgende keer.